Wil je misschien het gemeentepaleis? Ja. En daar berechten ze volgens mij oorlogsmisdadigers of zoiets. Ja. Jij hebt het over het vredespaleis. Als het over het bestraffen van oorlogsmisdadigers gaat, hè, wie weet het? Het strafhof. Heel goed, het internationaal strafhof. Je hebt het internationaal strafhof in Den Haag en je hebt het, hoe was het ook weer? Het Vredespaleis. Heel goed, het Vredespaleis. Meneer Ferenc is dus eigenlijk, ja, je zegt wel eens de geestelijke vader van, de verzinner van een rechtbank die oorlogsmisdadigers van over de hele wereld probeert aan te pakken, ter verantwoording te roepen, te bestraffen. Die rechtbank waar die meneer Ferenc eigenlijk heel erg voor geijverd heeft, waar hij voor gezorgd heeft dat hij er kwam. Voor de mensen in het internationaal strafhof is meneer Ferenc eigenlijk een enorme held. Dat noemt ook een icoon van de stad.